Ja. Hallo, dames en heren. We zijn hier in Puurs en Inge en Andy krijgen privéles. Hallo. En ze zijn heel lenig, zeggen ze. Dus ze zijn heel erg aan het wachten totdat ze eindelijk een keer een yoga workshop krijgen. Een bootcamp. Dus we gaan dat doen, hè, mannen? Oké, yes. Kom. Allee. Hup, ik ga mijn, mijn mat tussen leggen. Oké, dames. En wat is het? Hallo. Ja, we zijn er klaar voor. Mocht jullie benen strekken, voetjes flex, zo tenen naar voren, handen naast je. Ja. Kin omhoog, schouders achteraan. Oké. Goed, hè. Doe goed, hè, mannen. Hè? Ja, hè. Zo, aangeven als het niet gaat. Ja, joh. Oei, het is al gedaan, denk ik. Oké, gaan we even ons benen zo doen. Dat maakt het allemaal niet uit. Het is hier bergaf. En dan, je ziet, ene zal eronder, ja, degene die eronder zit, die mag je doortrekken. Zo. Dus bij u is dat deze, die mag op. Ik ben er, he. Tot daar al bel. Poep, poep. Nee, over uw benen. Nee. Ah, zo. Ja. Oké. Okay. Oei. Daar is het. Kom, mooi, kijk. Kan ik het zien? Ah, maar dus niet, ja. Ik doe het maar. Ik zet al. Dat gewoon niet meer mee, kijk. Nee, maar nee, nee, deze is al versleten. Ja. Je moet je concentreren, man. Echt, dat is heel belangrijk bij jongeren. Dat heb ik al geleerd. Maar... Zie dat je niet breekt. Dus je doet gewoon wat je kunt. Ja. Het is de bedoeling dat we nu naar de kant gaan van het been. Dus jij gaat naar daar. Je zet je, je hand. Ja, goed achteruit. Ook. Naar dus daar. Ja, naar daar. En nu zo recht mogelijk. En het moet hier trekken. Nee, je moet het hier trekken. Voel het? Hier? Ja. Voel het hier. Maar oké, ik denk dat ik toch in de goede positie ben. Oké, en dan gaan we van kant veranderen. Dat is mooi. Oké, was Inge. Hi, Inge. Dat moet... Ja, hoor. Hoe komt dat gestrekt is bij u? Ja. Ah, maar dat mag zo, oké. Okay. Nu zou je ook iets moeten voelen trekken? Ja, echt overal. Oké, maar nee, je moet er al bij vast houden. Concentreren, dames, concentreren. Niet lachen. Niet lachen! Nee, dat mag dus echt niet bij yoga. Ah, jawel, van mij mag. Ja, maar allee! Je moet zen zijn met de natuur. Oké. Allee, dat ging goed al, hè? Oké, dan gaan we... als het niet gaat, zeg het. We gaan terug onze benen flexen. Rug recht. Ja, onze tenen pakken. Gestoten tenen. Ja. Is dat de bedoeling? Ja. Dat gewoon niet. Nee, dat is de Happy Buddha. Ja, en terug naar voren. Oké, dat wil ik nog eens doen. Dat is gehaft. Echt, hè? Nee, we zullen het nog eens. Dus. Oké. Allez, zo biedt worden uit de les gezet, hè? Nee. Onze flip nog eerder. Oké. Oh, het weer tegelijk. Dus, nee, wacht. Even. Het is niet de bedoeling dat je dus je buikspieren goed aanspannen. Ja. Je benen strekken. Dat niet meer al. Hoe is het ook al gestrekt. En dan achteruit, hè. Jeeeeee. Dan weg, zeg. Hallo. En terug naar voren. Hallo. Inge, vijf keer. Ik heb er al twee gedaan. Nee. Ja, dat is waar. Woepke.
Dat is voor de ruggen gedaan, een massage te geven. Nou vlieg ik opzij, maar al, hè. Ik vlieg ook altijd opzij. Ik zit hier vlak in dat zonneke. Oké. Okay. En bij de laatste mode je benen... Ja, hou je benen gestrekt daar. Gestrekt. En die armen naar voren, hè. Naar voren, naar voren. Ja. Zo. Nee, op de grond. Ah, ja. Benen strekken. Ah! Kom jong, dan gaan we weer ook pas trekken. En dan zet ze nu je knieën naast je hoor. Hé, ik zit wel hier een 60 jaar, hè. Oké, Anna, heb je benen de lucht? Pas maar op. Ja. Juist, Inge. Ja, goed, Inge. Juf, nog een beetje. En dan moeten ze nu open laten gaan. Dat doe ik hier eens. Met een busje. Een selfie, Inge. Hey, en die zon recht. Ah, moet dat niet sturen. Komt dat wel terug? Oké. Dan zullen we nu overgaan tot de zonnegezoot. Ja, die heb ik juist gedaan, kijk. Kijk maar hoe als dat inzoomt of ik goed geschoren zit. Want er zijn altijd mensen op de computer die nog van alle fantasie krijgen. Rigo, dat is zin. Wat geweldig, hè? Dat is toch wel op dat filmpje, hè? Hoe pak dat morgen? Dat is toch wel op dat filmpje, hè? Dat is een hele filmmeter op. Nu gaan we proberen, Inge, jij ook, om zonder je handen te gebruiken recht te komen. Dus je zet je... Neem ik die nog een stuk? Ja. Anneke, ik ga je ook zonder je techniek. Wacht, dus je zet je één been... Godverdomme. Ja, één been zo. En je gaat een beetje naar achter. En je ademt uit. En je komt op je knie. En ja, oh, nee, niet, nee, dat is ook niet... Ah, ja, dat is ook niet erg als dat nu niet gaat, maar oefent daar maar op. Yes. Oeh, bijna. Ja. En dan... Je been recht zitten. En op welke knie moet ik nog? Degene die dat plat ligt. Wees maar ja. Dus het is ademt uit. Ja, nee, maar dan gebruik je uw eigen kracht, hè. Ik kan dat dus niet. Dit. Nu niet voor het juiste. Het zijn wel al moeilijke oefeningen, hè. Dat zei ik er al bij. Is het waar? Het begint toch al, ja. Dit was het voor vandaag. We gaan nu een zalige plons in het water doen! We gaan nu nog één yoga. Ja, even afsluiten dan, hè? Even. Ja, moet ik recht? Ja, zijn, een zonnegezoot. Ik vind het wel een probleem. Oké. Je bent hier, nu, de mij. Ja, dan gok ik ervan. Jij ook? Je staat stevig? Nee, je staat niet stevig. Nou, maar jij gaat mij voorbereiden, hè? Oké. Wat jij stevig? Ja. Je doet de tenen open. Zo hard dat je ze open en je zet ze plat. Ja. Beetje buigen door de benen. Je borst naar voren. Borstjes. Hoofd omhoog. Handen voren. Oké, en nu blazen aan. Inademen. Naar opzij, zo ver mogelijk als je kunt. Hoofd achteruit. Oké. Inademen. En achteruit. Oké. Anne. Ik stond in het put. Ja. Oké. Okay. Moet u binnen, als het niet gaat, binnen een beetje. Dit is belangrijk. Oké. Okay. Dan zet u linkervoet achteruit. En uw been. Oké. Okay. Zo goed. Even dat je dat hier goed tussen je benen voelt trekken, Inge. Ja. Oké. Ik heb toch geen beet van het weekend, dus... Uw rechtervoet achteraan. Alle twee weg. Even. 1, 2, 3. En laat je zakken. Zolig. Dan adem erin. En zo fijn als dat je kunt. Dat is een lange groet, hè? Oké, dit is een bekende. Ah ja, dan kom dat. Ja, via je knieën, man. Oké. Okay. Mm-hmm. Okay.
nu ga je u zelf maar even zo ver mogelijk. Ik ga u even maar naar achter duwen. Ja. Je kop in de kast duwen. Dat moet hier. Ja. Oké, okay. Laat maar in. Even kast. Ga ook aan. Ah, wel, je doet dat. Zie je, die kan met je voeten tot aan de grond. Dat is heel goed, maar niet te lang, hè, Anne. Niet te lang met je schouders. Maar je doet dat wel heel goed. Yes! En nu komen we met een andere voet naar voren. Dus met de rechter. Ah, nee. Oké, dat wil je eruit, hè. Oké. Voilà. Thank you, son. Thank you, son. Merci. En nu de regendans. En we hebben ook de moon, hè, if you like. Ben ik al wat karate toestel. Ja, maar ja, die maken gebruik van hetzelfde, hè? Ja, maar dat kun je ook gewoon goed gebruiken. Oh, mijn jakkepak! Tada!